Nou, we hebben weer een hele mooie Mini Cooper Countryman binnen. Dit is een Cooper met 136 pk in de mooie chestnut brown kleur. Heel apart, heel mooi. En van binnen heeft hij cognac leer. En ook heel mooi afgewerkt met mooie ruitjes stiksel. Dus dat laat ik jullie even zien. Entry. Nou, en de Countryman die staat natuurlijk bekend op de ruimte. Dus ik laat jullie even zien, stap ik even in. Ik ben zelf 1,70 meter en ik kan gewoon heel ruim zitten. En dat is dus plek voor 3 personen achterin. Dus ja, hij is groot genoeg voor een gezin. Er kunnen ook gewoon volwassen personen achterin zitten. En ook de kofferruimte is ruim. Het is een elektrische achterklep, dus die kun je hier open en sluiten. Zoals je ziet, ruim genoeg. En er zit ook weer die leuke picknickbandje in. Dus kun je heerlijk onderweg kun je met deze auto gaan picknicken en dan kun je gewoon lekker gaan zitten. Nou, zoals ik net al zei, heeft hij hele mooie stoelen met het ruitje, stiksel, cognac, leer. Past natuurlijk perfect bij de buitenkant. En ook de buitenkant, die kleur komt ook weer terug hier in het interieur. En dit is ook weer een speciale uitvoering, want dit geeft ook licht. Dus in het donker heb je gewoon in je dashboard zelf het licht. En hij heeft ook natuurlijk het lichtpakket. Dus in de deuren zitten ook lampjes en hier bovenin en de lettering. Maar wat deze extra heeft, is dus hier in het dashboard ook nog. Nou, met deze knop kun je dus starten. Is de stal een stopfunctie. En hij heeft ook een elektrisch panoramadak. Heerlijk natuurlijk met dagen zoals deze. Heb je toch een beetje cabrio gevoel en dan een Countryman. Dus deze eerste kun je op keep zetten. Of hij kan helemaal open. En als je nu bijvoorbeeld wat last hebt van de zon, dan kun je hier gewoon zo wat donkerder maken. En zo heb je gewoon lekker veel licht in je auto. Gaan we nu even een rondje maken en dan vertel ik nog wat opties. Nou, uniek aan deze auto is natuurlijk de kleur, maar ook de kilometerstand. Want hij heeft maar 12.821 kilometer op de teller en hij is dus nogal nieuw. Dus ja, het is echt een hele luxe mooie auto. En de head-up display, die wil ik ook meteen even laten zien. Dus als ik hem even zo laat zien, ja, dan zie je dus hier zo zie je al de kilometers, of hoe hard dat je gaat. En je kunt dan ook zelf instellen, als je bijvoorbeeld de navigatie instelt, dat je daar ook de instructies van ziet. Of bijvoorbeeld hoe hard dat je mag. Dat kan je allemaal zien in je head-up display en dat is perfect in je gezichtsveld. Dus dat is een hele fijne optie, want als je eenmaal gewend bent, dan wil je niet meer anders. Dan gaan we nu even een stukje rijden. Hier heeft hij de automatische handrem. Dan zie je hier ook weer dat, mooi, dat de buitenkant er mooi terugkomt in de binnenkant. Nou, dit is een automaat. En hij heeft ook een sportstand. Hier zo kun je die inschakelen. Dan zie je hier zo een beeldscherm. En je voelt ook meteen dat hij net wat sneller... Ja, de pedaal reageert net wat sneller, het stuur reageert net wat sneller. Dus als je een pittige rijder bent, dan kan je hem lekker in de sportstand zetten. Wil je nu zuinig rijden, dan kun je hem even in de green stand zetten. En dan is hij dus extra zuinig. Dus ja, ook fijn. Hier zie je die lettering. Die kun je dus van kleur veranderen, een kleur wat je zelf leuk vindt. Kan je dus kiezen. En dus in het donker zie je dat ook beter, dan zie je dus dat hier ook in het dashboard. Nou, verder heeft hij multifunctioneel stuur met cruise control en een limietknop. En hij heeft natuurlijk ook Bluetooth, dus hier zo kan je dan de telefoon opnemen en bijvoorbeeld je Spotify regelen of de radio. Verder heeft hij een XL navigatiescherm, dus dat hebben ze niet allemaal, maar deze heeft zo de hele breedte. Natuurlijk met navigatie, maar ook met... Ja, je kunt er van alles instellen. Je ziet er bijvoorbeeld ook je telefoonboek in terug als je je telefoon hebt gekoppeld. Dus ja, het ziet er ook gewoon lekker luxe uit allemaal. Verder heeft hij automatische airco. Kan je instellen in 2 zones hier zo. Ook de luxe variant. Hij heeft stoelverwarming. 3 standen. Nou, verder heeft hij ook een achteruitrijcamera. Als ik hem dus in de R zet, dan zie je die hier zo. En hij heeft voor- en achterparkeersensoren. En je kunt ook automatisch inparkeren. Hele fijne optie. Als je wil gaan file parkeren, dan zoekt hij een vak voor je.
druk je gewoon op oké. En dan hoef je alleen maar gas te geven en te remmen. En dan stuurt de auto hem vanzelf in het vak. Dat is echt top. Hij kost 28.990. De prijs is met een nieuwe APK, een afleverbeurt en 6 maanden garantie. Nou, wil je nu deze auto even graag in het echt komen bekijken of een proefrit maken? Laat het ons even weten.